Meneer, wat vindt u van de verkiezingsuitslag? Ja, iedereen die gewonnen heeft, gefeliciteerd. Maar ik vind het wel een beetje jammer dat we de richting van de Amerikaanse politiek op gaan. Dat moet u eens uitleggen. Nou, dat zal ik je vertellen. D66 heeft enorm veel bijgewonnen. En dat is mede te danken aan 10 miljoen die door een techneut is geschonken. Een technisch bedrijf. En we zijn overspoeld met spotjes van mevrouw Kaag. Tot vervelend toe, maar je ziet toch dat het werkt. Dus de reclame heeft gewerkt? Blijkbaar. En nou ben ik bang wat de volgende verkiezingen gaat gebeuren. Of Shell gaat investeren. En zo krijgen we toch beïnvloeding van de politiek in Nederland. Er zijn onverwachte uitslagen. Zoals? D66 had ik niet verwacht. Links die heeft een behoorlijke klappen gemaakt. Negatief. Ja, dan is het... Ik denk dat de kiezer beslist heeft. Wel goed. Ik ben er wel blij mee. En wat maakt u zo blij? De goede partijen die hebben gewonnen, vind ik. Prima. En wat vindt u zo goed aan de uitslag? Nou, dat Rutte gewonnen heeft. En dat CDA, waar ik op gestemd heb. En speciaal op... Pieter Omtzigt. En nu moet er een kabinet worden geformeerd. Ja, dat wordt wat D66 en VVD. Maar ik denk niet met Wilbers. Nee. Denkt u dat er een regeringscombinatie uit de bus rolt met drie partijen? Ja, dat denk ik wel. Heel goed. Wat vindt u daar zo goed aan? Nou, dat Rutte weer de eerste is geworden. Dat vindt u belangrijk? Ja, tuurlijk. Alleen Kaag niet, hè? Die is me veel te groen. Maar er moet toch volgens de deskundigen iets gebeuren met het klimaat. Ja, dan blijf je aan de gang. Dan blijf je aan de gang. Dacht je dat zo ineens veranderd werd? Je ziet het natuurlijk in barre tijden. En dat zie je, dat had je dan ook in Duitsland en dat zie je dan hier ook. Dat je een ruk naar rechts krijgt. Alle rechtse partijen die hebben gewonnen gewoon. Ja. En hoe verklaart u die ruk naar rechts? Nou, omdat wij dus een economisch gezien zwaar weer verkeerden. Dat is het. Nou, niet verrassend. Want? En ik gun Kaag haar succes, want ik heb haar zien optreden in de ruzie met Wilders. En dan zie je wat fatsoen ten opzichte van vulgariteit betekent. Denkt u dat haar opstelling zich heeft uitbetaald? Ja, natuurlijk. Ik denk dat haar beheerste houding jegens deze man minstens 1 of 2 zetels heeft opgeleverd. En niet zoals weer maar met die belastingaffaire. Dat ze elkaar de schuld in de vinger toeweest. En daarom vond ik Pieter Omtzigt grandioos goed. En daarom hebt u op Omtzigt gestemd? Ja. Ja. Volgens u? Ja. Dat er minder buitenlanders komen. Dat is de eerste vereist. Ja, en verder weet ik het zo niet. Nou, ik vind, als je mij persoonlijk vraagt, de inkomensverschillen in Nederland veel te groot. Bij de één weet van gekkigheid niet wat hij moet doen, klotst het geld tegen de plinten op. En tegelijkertijd bestaan de voedselbanken nog. Dat vind ik te zot voor woorden. Ja. En dat is mijn idee. Dat is wel het allerbelangrijkste. Voor de rest vind ik... Ik heb op Pieter Omtzigt gestemd. En ik vind het enorm jammer dat hij niet meer gewaardeerd wordt voor wat hij heeft laten zien afgelopen 4 jaar. We hebben allemaal mooie verhalen gezien van politieke partijen, wat ze allemaal willen gaan doen. En wat dezelfde politieke partijen de afgelopen jaren gepresteerd hebben, wordt eigenlijk nauwelijks nog naar gekeken. Maar met een nieuwe coalitie, waar VVD, D66 en CDA van uitmaken, blijft dezelfde koers gevaren worden, denk ik. Ja, dat lijkt er zeker op. En als u Mark Rutte nou iets in het oor mag fluisteren, waar hij speciale aandacht aan moet schenken, wat zou u dan tegen hem zeggen? Dingen wat hij beloofd heeft, dat hij dat uitbrengt. Heeft hij veel dingen beloofd? Ja, ja. Heel veel. Stap eens uit je kokonnetje.
Ga eens bij een gezin wat van het minimum moet rondkomen een weekje meekijken. Hoe daar mensen moeten rondkomen en zich dan afvragen of dat in een welvarend land als Nederland eerlijk is. Denkt u dat dat helpt? Ik denk dat er mensen zijn daar die absoluut geen idee hebben wat er zich in een bepaald deel van Nederland afspeelt. Dus de term Haagse kaastolp blijft nog steeds waar? Ja, dat lijkt me wel, ja.